vond het knap van ze dat ze me überhaupt in hun groep lieten. Ik bedoel, wat zou jij doen als er een bloedend joch voor je lag? Blijkbaar was die chief niet zo genadeloos als de rest. Dat was hij zeker niet. Hij stuurde zijn volgelingen op me af om me te helpen met het aanpassen en het werkte. Ik leerde lezen en schrijven en was gefascineerd door boeken. Boeken over tactieken, verhalen over andere landen en boeken over diplomatiek en lijden. Zo'n persoon ben ik geworden. Wat is dit? Doe open die deur! In de naam van Cantatribo, doe open die deur! Niemand zal reageren. Dat doen ze nooit. Ongelooflijk. Hey, ken ik jou niet ergens van? Je was toch dat joch dat we in het vuur gooien? Nou, hoe voelt het om achtergelaten te worden? Je zal hier nooit meer uitkomen. En je kan nooit terug naar je dorpje. Oh, wacht. Alsof jij ooit... Wees er stil daarachter, jullie apen. Nou. Kijk eens wie eens wakker is geworden. Het is onze goede undercoveragent. Of niet, Joris? Waar heb jij het over? Kijk, ik denk dat je het nu al ziet. Ik ben de persoon die je hier gebracht heeft. Dus als je even op je toon wil gaan letten... Goed, maar dan wil ik eerst de naam. Is de naam. Job's rechterhand en trouwdienaar. Nu blij. Sommige dingen kom je nooit onderuit. Zelfs niet mensen die je gevangen willen nemen. Je moet op een of andere manier zulke dingen aanvallen. Vluchten is geen optie. Alleen als het echt moet. Er moet een manier zijn om hieruit te komen. Stinken die Jennawaners toch alweer. Oké, Joris. Er is hier een manier om uit te komen, oké? Jennawaan is aan het slapen, dus er is een manier. Is dit er al? Er is licht hier beneden. Dat klopt toch niet, of wel? Hè? Even zien hoor. Kom! Kut, oké. Oké. Er moet hier ergens... Rust. Kan ik... Nee. Oké. Huh? Zit wat onder. Stomme. Oké. Zit er. Goh, gadver. Oké. Er zit een sleutel in. Kan ik deze weer... terugplaatsen? Oké, toppie. Even zien. Zou dit werken? Oké, hoop van zegen. Oh, het werkte. Oké, naar beneden. Hij zal er niks van merken. Die krok zal niks van merken. Oh. Iemand heeft hier gewoon iets ondergebouwd, je. Wat een gek is die kerel die dit gedaan heeft. Wat is hij koud. Oké. Wat is hij koud. Al is het lianen ook. Het is hier hout en torches. Dit hoort. Oké. Hier is iemand. Oké. Hier is iemand. Heel stil. Er vallen niks. Oké. We moeten dit goed aanpakken, jongens. Waarschijnlijk zit er in die kist in mijn spul. Oké. Kan ik die... Ja, oké, pak het spul. Oké. 1, 2, 3, zo. Ja, oké. En nu dus snel langs. Kom op. Hij heeft me gezien, Oh, gelukkig. Oké, nu heel slam, Joris, je kan dit. Oh man. Hopelijk hoorde die dan niet. Tuurlijk was het zo koud.
Ah. De deur. Er zijn nog meer mensen. Oké, deze moet ik heel slow openmaken. Verkomen ze me niet. Oh, shit! Oh nee! Rennen! Waar was je heel? Ga achter me! Kom, ga snel weg! Wat deed je daar? Ik zat er gevangen! Kom, snel wegnemen, ze komen achter ons aan! Oké, rustig, we zijn al... Oké, we moeten hier omheen. Ik weet het nog wel, van toen we hier met... We zitten echt vlak achter ons, rennen maar door. Hoe kom je hier überhaupt? Ik hoorde geluiden van onder komen en ik denk, kijken. Tjonge, jongen. Toen zag ik dat jij het was, Oké, hier langs. Dit is de kant naar Wildfire toe, als het goed is. Ja, zo niet, dan zijn we sowieso verdwaald. Oké. Nee, deze kant op gaan we goed. Oké. Komen ze er nog eens achteraan? Nee, ze zijn ons kwijt volgens mij. Nee, ze zijn er nog. Rennen. Oké. Okay. Gelukkig dat jij er bent, man. Echt waar. Even zien. Dat is echt one in a million, denk ik wel. Dat is echt geluk hebben. Ik was gelukkig in de buurt, maar ik ben blij dat ik hem gewonnen heb. Auw. Ja. Je hebt een paar dagen gezeten, man. Ik was je kwijt. Ja, ik heb geen idee hoe ik daar kwam eigenlijk. Zien, dit is, geloof ik... Ja, ik zie wat gebouwen. Als het goed is dit de muur van Wildfire. Ja, hier naar boven. Even zien, is dit de plek naar boven? Ja. Even zien. We hebben nog geen goede trap, maar... Ja, dat komt wel goed. Nou ja, dat is dan prioriteit nummer 1, denk ik. Om dat te gaan bouwen. Sowieso. Hier. Godzijdank, we zijn er. Even zien, snel dat we... Even zien, hier ergens is de poort, als het goed is. Ik blijf even goed kijken, want het is maar een klein stukje, dus... Ja, ik kan precies. Ik kan achter ons zetten. Precies. Oh, ja, oké. Okay. Als het goed is, zijn we hier veilig. Gewoon doorlopen. Ja, precies. Naar achteren kijken. Oh, man. Oké. Okay. Hoe lang heb je daar gezeten dan? Ik weet het niet. Waarschijnlijk een paar dagen, denk ik. Dag 3. Ik weet het niet meer. Mijn hoofd is helemaal... Helemaal gek geworden, je. Snap ik. Ja, ik kon je ook niet vinden. Ik denk, misschien ben je gewoon ergens even naartoe. Misschien naar Bart of zo. Achtergelaten. Dat was waarschijnlijk wel het idee van die persoon. Nou ja, ik weet wel dat er nog een kerel was daar. Er was een Jenavaan. Die zat daar binnen. Zat daar vast. Dus daar weten ze waarschijnlijk ook niks van. En er was dus nog een persoon. Dat was de persoon die mij vasthield. Dat was... God, hoe heet hij nou? Waarom weet ik het niet? Grok was zijn naam. Grok. Hij zag eruit alsof hij zelf uit Jenava kwam, maar hij blijkt dus een trouwe dienaar van Job te zijn. Ja. Nee. Hij... Moeten we echt aan Bach melden dan, want hier is om aan de wereld meegenomen ineens, dan... Ja, precies. Kom, we kunnen beter naar even naar boven gaan. Goed. Ik moet sowieso nog even wat slaap hebben, want ik ben echt veel te moe. Snap ik. Dus bedankt, echt waar, super bedankt Bram, dat je me kwam redden. Geen dank. Maakt niet uit. Helemaal toppie. Nou, ik moet naar binnen. Nee. Goed, Joost.